De recreanten zwemmen er langs en ertussen. Het baantje zwemmen is vanmorgen even anders dan normaal. Ik ben blij dat ik hier nog langs de muur hang. En dankzij mijn zwembrilletje zie ik ook vaak wat er dus onder water gebeurt. Hè? Dit zijn de vier beste synchroonzwemsters van Nederland, het Nederlands team. Normaal trainen ze in en rond Amsterdam, maar vanwege de vakantie wijken ze een keer uit naar Nijmegen. Dit is de thuisstad van een van deze vier, van Lisa Foppen en ook van de assistent-bondscoach Jitske Cornielium. Ja, het is wat professorisch trainen. Met botsingen? Nee, nog niet. Althans geen harde, laat ik het zo zeggen. Daar gaan ze weer. De recreanten moeten weer even een slagje opzij, maar het is voor het goede doel. De meiden hopen in 2016 mee te mogen doen aan de Olympische Zomerspelen in Rio de Janeiro. De medezwemmers kijken vol bewondering toe of zijn jaloers op de mooie benen. Ja, een beetje wel.